إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Welkom allemaal. We gaan weer door met het boek Kitab al-Tawhid. We zijn aangekomen bij les 12. We hadden het vorige week over. We waren bij de hoofdstuk de ernst van de aanbidding tot Allah. Bij het graf van een vrome dienaar laat staan de aanbidding tot deze persoon zelf. En toen hadden we het over de hadith van Aisha radiyallahu anha, die werd overgeleverd dat zij zei dat Salama in een kerk in Ethiopië had gezien dat er beelden daarin stonden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die had dus uitgelegd hoe die beelden daar terecht zijn gekomen. En dat deze mensen dus namelijk twee overtredingen tegelijkertijd begingen. Namelijk de overtreding met betrekking tot de graven en de overtreding met betrekking tot de beelden. Ze maakten en beelden en ook dat zij de graven gingen aanbidden en gebedsplaatsen daarvan maakten. We gaan nu door. Bi-idhnillah. De volgende overlevering. Ik zal enkel de Nederlandse versie voor jullie oplezen, dat we de les niet lang voor jullie maken. Want meestal komen we altijd aan op een uur bijna. Dus dan verkorten we het een klein beetje. Wederom van Aisha radiyallahu anha werd overgeleverd dat zij zei, toen de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam op zijn sterfbed lag, trok hij een van zijn kledingstukken over zijn gezicht. Wanneer hij het benauwd kreeg door het kledingstuk, nam hij het weer weg. Terwijl hij in deze toestand lag, zei hij, Allah heeft de Joden en de Christenen vervloekt, die van de graven van hun profeten gebedsplaatsen hebben gemaakt. Hiermee wilde hij waarschuwen voor wat zij hadden gedaan. Mocht dit gevaar niet bestaan, dan zou men zijn graf duidelijk zichtbaar hebben gemaakt. Er werd echter gevreesd dat men van zijn graf een gebedsplaats zou maken. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam deed erg zijn best om de tawhid, het monotheïsme, te beschermen. Zodat zijn umma, oftewel zijn gemeenschap, niet in dezelfde fouten valt als die van de andere gemeenschappen die afgedwaald waren van het rechte pad en extremisme hadden met betrekking tot de graven van hun profeten. Totdat dat de oorzaak was die hen had geleid naar afgoderij. En de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, terwijl hij in zijn laatste momenten zat, op zijn sterfbed lag en hevige pijn had,
en bijna dood ging, waarschuwde hij in deze staat alsnog, alaikum salam, waarschuwde hij in deze staat alsnog zijn umma om niet in extremisme te vallen wat betreft zijn graf. Dat de mensen er een gebedsplaats van maken en daarin dus aanbiddingen gaan verrichten bij zijn graf. Zoals de Joden en Christenen hebben gedaan bij de graven van hun profeten. Fasallallahu alayhi wa sallam, onze geliefde profeet die ons deze religie en details heeft overgebracht. Zelfs tijdens zijn laatste zware momenten, voor hij ging overlijden, ging hij ons nog waarschuwen. En deze hadith die leert ons dat het verboden is om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden bij de graven van de profeten en er een gebedsplaats van maken. Dit heeft te maken nu met profeten, laat staan andere mensen die minder dan profeten zijn. Als dit al niet mag bij de profeten, laat staan bij anderen. Dus deze hadith die leert ons dat het verboden is Allah te aanbidden bij de graven van de profeten en er een gebedsplaats van maken, omdat dit leidt tot het aanbidden van deze graven. Dus het leidt tot afgoderij. En dan komen we aan bij de volgende overlevering van Jundub ibn Abdillahi radiyallahu anhu, mogen Allah tevreden met hem zijn, werd overgeleverd dat hij zei: ik heb de profeet sallallahu alayhi wa sallam 5 dagen voor zijn dood horen zeggen: voorwaar, ik pleit mezelf vrij van het hebben van een boezemvriend onder jullie. Voorwaar, Allah heeft mij namelijk tot boezemvriend genomen, zoals hij Ibrahim tot boezemvriend had genomen. Als ik iemand van mijn geloofsgemeenschap tot boezemvriend zou nemen, dan had ik Abu Bakr tot boezemvriend genomen. Waarlijk, degenen die voor jullie waren, maakten gebedsplaatsen van de graven van hun profeten. Waarlijk, maak dus geen gebedsplaatsen van de graven. Voorwaar, ik verbied jullie dit. Beetje recht met je hoofd, anders val je in slaap. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, voordat hij stierf, iets heel belangrijks aan zijn gemeenschap. Hij sallallahu alayhi wa sallam vertelde ons wat zijn positie is bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dat het de hoogste vorm van liefde heeft bereikt, zoals bij de profeet Ibrahim alayhi assalam. Zoals de profeet Ibrahim alayhi salam dat heeft verkregen. En daarom pleit de profeet sallallahu alayhi wasallam zich vrij van het hebben van een boezemvriend buiten Allah. Waarom? Omdat de hart van de profeet sallallahu alayhi wasallam vol zit met liefde voor Allah. En het verheerlijken van Allah. En de kennis over Allah subhanahu wa ta'ala. Waardoor er geen ruimte is voor een andere in zijn hart, in de hart van de profeet sallallahu alayhi wasallam, dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dus de liefde voor Allah subhanahu wa ta'ala bij de profeet, die had de hoogste vorm bereikt, dat zijn hart geen plek had
voor een ander. En mocht de profeet sallallahu alayhi wasallam iemand nemen als boezemvriend van deze schepping, dan zou hij Abu Bakr radiyallahu anhu als boezemvriend nemen. En hier wil de profeet sallallahu alayhi wasallam, terwijl hij sallallahu alayhi wasallam in zijn laatste dagen zat, wanneer de profeet in zijn laatste dag zat, betekent dat er na hem een khalifa wordt uitgekozen, die dan de leiding zal overnemen. Dus de profeet in deze staat wou ons leren wat voor een positie Abu Bakr heeft radiyallahu anhu. En dat hij de persoon zal zijn die na de profeet sallallahu alayhi wasallam zal regeren als khalifa. En vervolgens heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam ons verteld over de extremisme die de Joden en Christenen hadden wat betreft graven van hun profeten, totdat zij er gebedsplaatsen van hebben gemaakt, wat dus aanleiding was dat ze die graven zijn gaan aanbidden. Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam verbood en waarschuwde zijn umma om hetzelfde te verrichten als wat de Joden en Christenen hadden gedaan. En deze overlevering leert ons dat het verboden is om van graven plek van aanbiddingen te maken, omdat dat een grote reden is dat deze graven worden aanbeden zoals de Joden en Christenen deden en zoals na de profeet sallallahu alayhi wasallam de innoveerders doen, zoals bijvoorbeeld de Soefis, die eigenlijk dezelfde gedachtegoed hebben als de christenen in het plegen van afgoderij, alleen dan met een islamitische jasje, dat ze het de islam noemen. En zoals ik voorheen al tegen jullie zei, dat de meeste groeperingen die er hedendaags bestaan, dat die er al bestonden in, dat de groeperingen die hedendaags er zijn, dat die al bestonden bij de Joden en bij de christenen. En zoals ik vorige keer ook al aan jullie heb uitgelegd hoe weer de gedachtegoed bij de christenen terecht is gekomen, via weer de Romeinen en de afgoderij die zij hadden, zoals bij de hindoeïsme. Hè? Dus zo zien jullie dat het gaat van groep naar groep, van groep naar groep, van mensen naar mensen. En de shayatin die zijn bezig met dezelfde gedachtegoed elke keer aan anderen te leren en in te fluisteren. En het elke keer een andere benaming geven. Dus zo ontstaan er groepen in de islam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die verbood dit aan het einde. Trouwens, dit zijn de woorden van Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, die ik nu ga voorlezen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam verbood dit aan het einde van zijn leven en verwenste op zijn sterfbed degene die dit deed. En de verrichting van het gebed bij het graf valt ook hieronder. Dus stel dat iemand de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam gaat bezoeken en speciaal daar bij zijn graf
wil gaan bidden. Dat is niet toegestaan. De verrichting van het gebed bij het graf valt ook hieronder. Ook al is daar geen gebedsplaats gebouwd. Dit is de betekenis van de woorden van Aisha radiyallahu anha. Khushiya an yuttakhadha masjidan. Er werd gevreesd dat van zijn graf een gebedsplaats zou worden gemaakt. De metgezellen zouden geen gebedsplaats bouwen rondom zijn graf. Iedere plaats die men bewust opzoekt voor het gebed, geldt als een gebedsplaats. Sterker nog, iedere plaats waar men het gebed verricht, wordt als een gebedsplaats beschouwd. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Voor mij is de aarde tot een gebedsplaats en een reinigingsmiddel gemaakt. En van Ibn Mas'ud radiyallahu anhu werd overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: voorzeker, tot de kwaadste mensen horen degenen die nog in leven zijn wanneer het uur losbreekt. En degenen die van de graven gebedsplaatsen maken. Hetgeen wat wij nu samen lazen gaat over de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Voornamelijk. En ook dat Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ons uitlegt dat als jij daar aanbidding gaat verrichten, dat je het tot een gebedsplaats hebt gemaakt, ook al is er geen gebedsplaats gebouwd. En over de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam gesproken, de profeten die worden begraven op de plek waar ze sterven. Op de plek waar de profeten sterven, daar worden de profeten namelijk begraven. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die is in zijn huis gestorven. En ook in zijn huis begraven. En na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn er vier muren om de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam gebouwd. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die vroeg Allah subhanahu wa ta'ala om zijn graf te beschermen, zodat deze niet wordt aanbeden buiten Allah subhanahu wa ta'ala. En alhamdulillah, om zijn graf heen zijn vier muren in zijn huis. Dus in zijn eigen huis zijn er vier muren om de profeet sallallahu alayhi wa sallam heen. Zodat men het niet kan bereiken. En hedendaags dus kan niemand terecht bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want zoals ik zei, er zijn vier muren om de graf gebouwd. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam ligt nog steeds in zijn huis begraven. Dus wellicht denken sommigen van, ja, in zijn huis begraven, maar hoe zit dat dan? Je mag toch niet bouwen op een graf. De profeet, er is helemaal niks gebouwd op de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet is ook niet van een plek genomen en in een huis gezet. De profeet is in zijn huis begraven en die was al gebouwd. En daar is hij begraven. En zijn huis is geen gebedsplaats.
De huis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam is geen gebedsplaats. Wat jullie bijvoorbeeld bij de soefis zien. Die dus op die graven gebedsplaatsen bouwen. Of bij de joden en christenen. En daar die graven gaan aanbidden. Dat zij daar aanbidding verrichten. De profeet is in zijn huis begraven. En als wij gaan nadenken, stel dat de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam toegankelijk was voor iedereen. Hoeveel onwetenden zouden wel niet zijn stukje aarde willen pakken van zijn graf? Wat zou er nog overblijven van die graf? Hoeveel onwetenden zouden wel niet het willen opgraven of wat dan ook gaan doen met het graf? Vandaar dat niemand terecht kan bij zijn graf. En ook nog eens om zijn huis heen heb je genoeg medewerkers altijd die de mensen in de gaten houden en adviseren als zij verkeerde handelingen zien, dat zij hen adviseren dat zij zulke handelingen niet moeten verrichten en wat wel de juiste voor de sunna is die je kan doen als je graven bezoekt. En zoals bekend is naast zijn huis, naast het huis van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, is zijn moskee. Dus vroeger had je zijn huis en naast zijn huis had je de moskee van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus stel, dit is zijn huis, had je hier de moskee naast zijn huis, zo was het. Net als nu bijvoorbeeld deze moskee hier en hiernaast geplakt een huis van iemand die hier woont. En na zijn dood was de moskee natuurlijk te klein en werd de moskee vergroot, zodat de bezoekers een plek konden hebben en vinden. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die is dus in zijn huis begraven. En zijn huis die bevindt zich nu aan, helemaal aan de voorkant van de moskee, aan de linkerkant helemaal. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam beschermd dat zijn graf niet wordt aanbeden. En ooit brak een muur van de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, van zijn huis. En waren ze genoodzaakt, ik weet niet meer wanneer dat ongeveer was, of 800 jaar na de profeet sallallahu alayhi wa sallam, of 600 jaar, volgens mij was het 800 jaar, Allahu a'lam. Had ik ooit gehoord tijdens een soort van lezing die iemand gaf over de geschiedenis van de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Volgens mij dacht ik 800, Allahu a'lam, als ik me niet vergis, na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Of 800 na hijri bedoel ik. En niet na de dood van hem. Brak een muur en zij waren dus genoodzaakt om een nieuwe muur te bouwen. Maar eerst dus die muur weg te halen. En toen hadden bepaalde mensen gezien hoe de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam eruit zag. En de grond waar hij begraven was, sallallahu alayhi wa sallam, was lager dan de grond waar zij stonden. Want met de tijd zakt de aarde. Met de tijd zakt de aarde. En het was gewoon een vlakte. Ja, niet gewoon aarde. Meer niet. Het was gewoon vlakke aarde die daar was. Dus dat iemand jullie gaat wijsmaken dat er een tombe op is gebouwd, of weet ik veel wat erop is gebouwd. Er is helemaal niks op gebouwd. Het is gewoon aarde, meer niet. En die aarde is gezakt. Bijvoorbeeld,
dit is de plek waar wij op staan, hè, deze tafel. En dan bijvoorbeeld is de aarde zo gezakt naar beneden. En het is gewoon vlakke aarde met niks erop. En sommige geleerden, zoals Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, zijn van mening dat de graf van de profeet sallallahu alayhi wasallam geen bezoek genoemd kan worden. Waarom? Omdat er tussen jou en de profeet sallallahu alayhi wasallam 4 muren bevinden. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die vreesde dat zijn graf werd aanbeden en waarschuwde meerdere malen zijn umma daarvoor om dus niet als de christenen en de joden te handelen. Daarom zei de profeet sallallahu alayhi wasallam ook in een overlevering die luidt als volgt van Abu Huraira radiyallahu anhu werd overgeleverd dat hij zei, de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wasallam zei, maak van jullie huizen geen graven en maak mijn graf niet tot een periodiek bezocht moment. Spreek de gebeden over mij uit. De gebeden, hier staat dus spreek de gebeden over mij uit. Dat is dus de dua, de smeekbeden die wij voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam doen. Wanneer wij bijvoorbeeld zeggen, sallallahu alayhi wa sallam, of Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, of salat al-Ibrahimiyya bij het tashahud, zeg je Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, tot het eind, ila akhire. En dus even door met de overlevering. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, dus spreek de gebeden over mij uit. Want jullie gebeden zullen mij bereiken waar jullie je ook bevinden. En de smeekbeden voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dus de gebeden voor hem die je uitspreekt, die brengen de engelen naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dat is in een andere overlevering dat er engelen zijn die deze smeekbedes dus brengen naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam en hem dat melden. En nu jullie dit horen, krijgen sommigen wellicht vragen in hun hoofd van, en kunnen sommigen denken dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons kan horen. Maar één ding moeten wij weten, is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in de wereld van al-barzakh ligt. En dat is een andere wereld die geen contact heeft met onze wereld. Want als de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons kon horen, dan had hij geen engelen nodig die hem melden wie as-salat over hem spreekt. En degene die iedereen kan horen en zien, dat is enkel Allah subhanahu wa ta'ala. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam is een mens die openbaring kreeg. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem tot boodschapper gemaakt. En de profeet is dus een mens die ons niet kan horen vanuit zijn graf. En daarom melden de engelen hem dit. En dit wat de profeet meemaakt is een gunst van Allah die hij heeft gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Omdat hij een profeet van Allah is. En Allah heeft hem dit gegeven. Dat dus de engelen hem melden wie deze smeekbede voor hem doet. Al deze overleveringen met betrekking tot de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam begrepen de metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dit is wat de geleerden gebruiken die de mening hebben dat het geen bezoek genoemd kan worden.
dat de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat de sahaba dus begrepen dat de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, door al die waarschuwingen die hij deed, dat zijn graf een speciale behandeling had. En daarom bezochten de metgezellen de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet en vonden ze het voldoende om de salaat uit te spreken, bijvoorbeeld bij het binnenkomen van de moskee van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wanneer je naar binnen gaat en je de dua verricht bij de binnenkomst, zeg je bismillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. En bij de tashahud, wanneer je aan het einde van je gebed zegt Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. En dat vonden zij voldoende. Waarom? Er zijn engelen die het naar de profeet brengen. En zij vreesden de metgezellen voor het tawhid. Zij vreesden voor het tawhid. Zij wouden de tawhid beschermen. En vreesden dat de mensen in aanbidding zullen vallen van de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daarom vind je ook geen overleveringen, behalve die van Ibn Umar radiyallahu anhu, dat hij de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam bezocht wanneer hij van een reis terugkwam of wanneer hij ging reizen. Enkel op deze twee momenten bezocht hij de graf. Maar één ding moeten jullie weten, dat Ibn Umar zijn vader Umar radiyallahu anhu is. En naast de profeet sallallahu alayhi wa sallam ligt Umar radiyallahu anhu begraven en Abu Bakr radiyallahu anhu begraven. En dus Ibn Umar die bezocht zowel de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam als die van zijn vader en die van Abu Bakr. En dat deed hij enkel bij het reizen. Bij het reizen wanneer hij ging reizen of terugkwam van zijn reis. En de geleerden die zeggen dat het wel toegestaan is, die gebruiken het bewijs dat toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam in het begin, toen de mensen net nieuw waren in de islam en zij net van afgoderij kwamen, verbood de profeet sallallahu alayhi wa sallam hen om de graven te bezoeken. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam zag dat zij de tawhid hadden begrepen, heeft hij hen weer toegestaan om de graven te bezoeken. Want de graven doen jullie denken aan het hiernamaals. En wanneer je de graven bezoekt, verricht je ook smeekbeden voor jouw broeders. En dit gebruiken dus de geleerden die het toestaan als bewijs dat het toegestaan is om de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam bezoeken zoals de andere graven. Alleen dat je er geen periodiek monument van maakt, een eid van maakt. Een eid is iets wat elke jaar of elke periode terugkomt. Of het nou maandelijks is of wekelijks is. Dat het elke keer terugkomt. En dat is waar de profeet voor had gewaarschuwd, dat wij van zijn graf dat niet moeten maken. Een periodiek plek dat je elke keer er naar terugkomt en terugkomt. En de geleerden die zeggen dat het is aanbevolen, die zeggen ook, doe dat enkel wanneer jij van een reis terugkomt of gaat reizen. En dat je niet dus elke keer naar zijn graf gaat. En de andere geleerden die zeggen van, er zitten vier muren tussen jou en de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En je kan daar niet bij terecht.
bij zijn graf, daarom noemen ze het geen bezoek. En ze zeggen, er zijn engelen die jouw zegening en je smeekbeden brengen naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ze vinden het voldoende om bij de tashahud of bij binnenkomst van de moskee, of wanneer zij het vrijwillig doen, dat vinden zij voldoende. En ook zeggen zij dus dat er geen overleveringen zijn behalve die van Ibn Umar die dat deed. Dus zij zeggen bijvoorbeeld geen overleveringen als we kijken naar Abu Bakr, Umar radiyallahu anhu, Uthman, Ali radiyallahu anhum ajma'in. En ook dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam ons heeft gewaarschuwd dat wij niet mogen reizen voor een aanbidding die ons dichter bij Allah brengt, enkel naar drie moskeeën: Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi en Masjid al-Aqsa in Palestina. Deze drie alleen. Dus wij mogen niet reizen naar graven. Naar graven mogen wij niet reizen. En als wij dus de graf, dus als wij naar Medina willen gaan, dan is de intentie dat je Masjid al-Nabawi, de moskee van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, bezoekt. En niet de graf. En als je daar bent en van mening bent dat het aanbevolen is, zoals alle andere graven, behalve dat je er een eed van maakt, periodiek monument, dan kan je, wanneer je van je reis aankomt, daar de graf van de profeet sallallahu alayhi wa sallam bezoeken. We zijn hierbij aan het einde gekomen van onze les. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.